Waarschuwing, neem deze video niet te serieus. Yo, kijkers van IMT, vandaag ben ik weer samen met Mark. En Mark gaat deze week nog een keer proberen om zijn bom te kunnen defusen. Hallo. Nou, dus Mark, ben je er klaar voor? Ja, want ik heb al op start gedrukt. Hij is oh, jezus. Ja, dat. Een scene. Wat zijn de modules dit keer? Ik denk ellende. Oh, valt wel mee. We gaan beginnen met het schermpje. Met de 4 nummers aan de onderkant. En het nummertje in het schermpje. Oké, okay, welk nummer? 4. Press the button in the 4th position. Oké. Okay. Die. 1. Press the button labeled 4. 3. Press the button in the 3rd position. Ja. 2. Press the button in the 1st position. En we hebben een 4. Press the button with the same label you pressed in stage 3. Oké, met de same label toch? Ja. Oké, dan. Oké, we hebben een knopje met... En die is rood. En er staat op hold. Blue... Hoeveel batterijen heb je? Nee, laat maar zitten. Oké, is white. Heb je 2 batterijen? Of meer? Ik heb 4. En heb je een label met FR, FRK? FRK... Wel met FRQ, maar niet met FRK. Nee, okay. Red and hold staat erop. Ja. Druk en loslaten. Dan, oké. We hebben nu de wires met A, B en C en 1, 2 en 3. Oké, moet even wachten. Zoek ik even snel op. Die zat er best wel simpel. Oké, even kijken. Dan moet ik dit eventjes... Niet zo. Papier. Oké. Rood... Blauw en zwart. Oké. Ik heb een zwarte kabel en die gaat naar A. Knippen. Oh. Oké. En ik heb een blauwe kabel die gaat naar C. Later. Dan, oké. Ik heb een rode kabel die gaat naar A. Later. En ik heb een blauwe kabel die gaat naar C. Een blauwe? Ja. Knippen. Oké. Ik heb een zwarte kabel die gaat naar C. Knippen. Ja, ik heb een rode kabel die gaat naar B. Rood. Knippen. Ja. En ik heb een blauwe kabel die gaat naar C. Laat. Oké. Oh, de lampen gaan uit, dus ik kan even niks zien. Moet je brightness wat hoger zetten, dan kun je alles zien. Even zien. Kom, ga aan, lamp. Oké, ik heb een zwarte kabel die gaat naar A. Zwart naar A, later. En ik heb een rode kabel die gaat naar B. Ook later. Dan, oké, ik heb nog die kabels met sterretjes en ledjes. Oh god, ja? Ik heb een witte kabel met een sterretje en een led. Sterretje en led, oké. Dit is sterretje en dit is led. Dat is B. Cut the wire if the bomb has 2 or more batteries. Oké, dat heeft hij, want ik heb de 4. Oké. Ik heb een rode kabel met een sterretje en geen led. Wacht even, red met een ledje aan. Nee, geen led. Geen led. Dat is S. Cut the wire if the last digit of the serial number is even. Oké, dat is een 9. Nou, dat is oneven, dus die moet ik dus aanlaten. Ik heb een blauw-witte kabel met een sterretje. Blauw en met sterretje, oké. Blauw-wit. Dus blauw met sterretje, dat is P. Heb jij die poort met die 32 pins? Die langwerpige poort? Nee. Oké. Ik heb helemaal terug. Mag je hem heel laten? Oké, ik heb nog een witte kabel. Die was die en... Die vorige was toch blauw met sterretje? Welke we net hadden? Ja, nee, dat klopt. Ga maar verder.
Oké, ik heb een witte kabel met een sterretje en een ledje. Sterretje en ledje dus. Dat is mag ik ook. Cut away if the bomb has two or more batteries. Oké. En ik heb nog een witte kabel met een sterretje. Sterretje, cut the wire. Done! Zo, dat duurde wel heel lang. We hadden nog 12 een seconde met 85. Nice. The fuse. Wil je meteen de volgende proberen of wil jij weer de handleiding vertellen? Ik weet niet. Zeg maar. Misschien. Laat ik maar gewoon nog eventjes een keertje doen. Zodat we precies weten hoe intensief de volgende is. Nou, als je eerst vertelt hoeveel modules in alles zijn? 5 minuten, 5 modules en 3 strijk. Dus no iedere minuut moet dus een module klaar. Ja, no more handholding. Remember everything you've learned. Because anything can appear on this bomb. Oké, laat ik maar op start drukken. Kring voor je eyes only. Oké. Ik ben ingeladen, nu even de lampjes aan alsjeblieft. Oh god, we hebben weer de radio gebeuren. Morsecode. Ja, morsecode. Je kan ook even snel leave and mute joinen. Laat ik dat maar doen. Ik haat de mors. Want dat kan ik maar niet doen. Ja, omdat jij het niet begrijpt. Precies. En het morsecode is eigenlijk heel simpel. Je hebt een korte dot en je hebt een short flash en een long flash. En er is een lange gat tussen de letters. En ik hoef eigenlijk maar 2 letters daarvan te weten. En ik kan gewoon letterlijk dingen regelen. Dat klopt. Oké, eens even laden. Oké, we hebben een password. Password, oké, even zoeken. Hoe ziet die eruit? Met die 5 lettertjes op een schermpje met pijltje omhoog en pijltje naar beneden en submit. Oh, die. Wat is jouw eerste letter? Ik heb een H. Een H, volgende. T. Heb jij in het tweede een H? Ja. Een E in de derde? Nee. Een I? Ja. Oké. Dan heb je de vierde een N? Ja. En de vijfde een G of een K? Ik heb een G, oké. Ik heb nu met die 4 kleurtjes in een diagonale vorm, als het goed is. Ik weet niet wat je bedoelt. Met die 4 kleurtjes, met die 4 knoppen. Waarbij die ruithoekjes eentje bedoel je? Ja, dat ja. Oké, heeft een serial number a vol? Dat is een klinker? Nee. Oké, wat is de. Heb je strikes? Nee. Oké. Ik heb de groene die is aan het knippen. Groen, dat is green. Oké. Ja. Groen, groen. Green, green. Oké. Ja, even zien. Groen, groen, blauw. Green, green, yellow. Green, green, blauw, rood. Green, green, yellow, blue. Done. Oké, we hebben nu dat schermpje met die 4 cijfers onderin. En dat is dus een nummer op het schermpje. Oké, wat is het nummer? 3. Press the button in the third position. In de derde positie. Even kijken, als die lamp even aangaat. Fijn zijn! Dan pijt is hier omhoog. Oké, daar staat een 1, dus 1 op 3. Ik heb een 1. If the button is 1, press the button labeled 4.
Okay, 4. Press the button label 4. Okay, 4. En ik heb een 2. Press the button in the first position. En nu heb ik een 2. Press the button with the same label you pressed in stage 2. In welke stage? 2. Kijk, dat is dus met de same label, dat is dus deze. Oké, dan. Ik heb met die wires met die A, B en C. Oké, dan ga ik daar zo naartoe scrollen. Ja. Dus, B, Z. Ja, begin maar. Ik heb een rode kabel die gaat naar C. Knippen. Ik heb een zwarte kabel die gaat naar B. Knippen. En ik heb een blauwe kabel die gaat naar A. Laat. Oké. Ik heb een blauwe kabel die gaat naar B. Laat. En ik heb een blauwe kabel die gaat naar A. Laat. Oké, ik heb een zwarte kabel die gaat naar B. Laat. Ik heb een rode kabel die gaat naar C. Laat. En ik heb een blauwe kabel die gaat naar A. De vierde, knip. Oké, ik heb een rode kabel die gaat naar B. Laat. Oké, dan nog één dingetje en we hebben nog een minuut. En dat zijn symbolen. Oké. Omschrijf de eerste vast. Ik heb een oortje met een streepje er gelijk aan vast. Ja. Ik heb een omgekeerde vraagteken. Ja. Ik heb een H met een Griekse ei eraan vast. Een omgekeerde vraagteken, een H met een Griekse ei eraan vast. En ik heb een... De H met een Griekse ei eraan vast, hoe moet ik die zien? Het is een soort van hoofdletter A, of hoofdletter H... Met een J'tje eraan vast. Oh, die. En ik heb wat omgekeerde... Wat was de tweede? Een omgekeerde vraagteken. Omgekeerde vraagteken, dat was die. Even rustig, want ik ben even helemaal van de leg af. Ja? Een omgekeerde C met een punt. Oké, dan mag je met die O beginnen. Die ja? C, punt, H, vraagteken. Dan! 3 seconden over! Jeetje, jij begon op een gegeven moment te snel met die derde. Daardoor kon ik het niet meer volgen. Oh my god, dat was... Way too close! Maar met die drie kleuren chaos, daar hadden we lekker tempo erin, zeg. Ja, klopt. Ik denk dat we daar echt een tempo op gepakt hebben. En we hebben te veel tijd verloren met die ruithoeken. Ja. Maar ik zit in de top 94%. Echt, dat had niet closer kunnen zijn, joh. Fuck. Ja, had wel gekund, maar... Maar in ieder geval, laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer, want dan mag ik weer de poging wagen. Tot dan. Doeg.